Op dit moment is de actualiteit binnen het arbeidsrecht de onlangs aangenomen wet werk en zekerheid. Met ingang van 1 januari 2015 staat er veel te veranderen op het gebied van het arbeidsrecht. En dat zal in de loop van 2015 het nodige gaan betekenen voor zowel het arbeidsrecht, maar met name ook voor HRM. Zuiver Arbeidsrecht is een kantoor gespecialiseerd in arbeidsrecht. We staan ondernemers bij, zowel door middel van advisering, belangenbehartiging als het geven van trainingen. Een van de belangrijkste kernwaarden is het delen van kennis. Door kennis te delen proberen wij onze cliënten te voorzien van belangrijke basisinformatie, basiskennis, om te zorgen dat rechten en plichten helder zijn in de arbeidsverhouding en dat er op die manier ook constructief gesproken kan worden en afspraken gemaakt kunnen worden. Tijdens de workshops delen wij onze vakinhoudelijke kennis actief met zowel ondernemers als HR-functionarissen. En door die twee samen te zetten, de ondernemer en de HR-functionaris, krijg je ook dat ervaringen worden gedeeld. Dus enerzijds brengen wij onze kennis in en anderzijds krijg je de praktijkervaring van de mensen die met het arbeidsrecht werken. En op die manier krijg je een hele mooie interactie en kan men leren van de vakinhoud van ons, maar kunnen ze ook leren van de ervaringen van anderen. We kennen die regeling natuurlijk. Maar ik denk dat het met name juist voor de kleinere bedrijven waarbij... De afgelopen 1,5 jaar hebben we toch enigszins in onzekerheid gezeten over wat er gaat veranderen op het gebied van het arbeidsrecht. Nu is de wet werk en zekerheid erdoor en kunnen we gaan kijken naar de toekomst. Voor de ondernemer is het van belang om nu al kritisch te kijken naar zijn HR-beleid en naar de arbeidsovereenkomsten die hij heeft. Om te kijken of daarin de wetswijzigingen die per 1 januari aanstaande van kracht zullen zijn, of die daarin goed en correct zijn verwoord. Daarnaast is het van belang om rekening te houden met de wijzigingen per 1 juli, de wijzigingen van het ontslagrecht en daarbij de transitievergoedingen die dan ook betaald zullen gaan moeten worden aan de werknemers.